Dag, mijn naam is Arie. Gegeven drie markten A en B en C. Wat A maar B en C is, B en C zijn gegeven, we zoeken een waarde van A. A is ook een 200 markt, we geven een waarde hier, A gelijk aan X, Y, X, Y, dan een Z en een T. Dan gaan we berekenen A maal B. Dus A maal B, ja, dan zeg ik gewoon A is 1, is X, Y, Z, T, uw B was 1, 2, 1. Dus 1, 2, 1, dit is matrix hier, 1, 2, 1. Ja. Als je uitrekent, dan krijg je eerste rij, eerste kolom, X plus 2y, dan eerste rij, tweede kolom krijg je 2x plus y, ja. Hier krijg je z plus 2t, en dan laatste krijg je 2z plus t, dus 2z plus t. En deze matrix is gegeven gelijk aan de matrix C. Dus dit is C, en C was gegeven 1, 2, 3, 4. Dus C was 1, 2, 3, 4. Dat betekent elk element van de dan kan er gelijk, dat betekent 2x plus 2y is 1, en 2x plus y zal 2 zijn. Ja, dat zijn de formules met de x en de y. Je hebt ook gelijk aardig gevonden voor z en t. Kijk, hier z plus 2t is 3. En 2z plus t is 4. Ja, nu gaan we eerst de eerste oplossen met de x en de y. Nu merk je in de tweede met 2x. Als we de eerste formule met 2, dan kun je de x maar kan er aftrekken. Dan krijg je hier 2x plus 4z is 2. En hier krijg je x plus y is 2. Als je het aftrekt, krijg je 0x plus 5 plus 3y is 0. Dat betekent, het kan alleen maar als y 0 is. Dus y moet 0 zijn. Als y 0 is, kun je één rekening nemen, bijvoorbeeld deze rekening. Als x y 0 is, dan is x gelijk aan 1. Dat betekent, x zal 1 zijn en y is 0. Dat betekent, in uw oplossingen, a kan zeker geen oplossing zijn. Je kan het zowel doen voor z en t. Opnieuw gaan we twee vermenigvuldigen. Dan krijg je 2z plus 4t is 6. Ja, en je krijgt hier 2z plus 3 is gelijk aan 1. Ja. Gewoon een afstrik krijg je ook hier, ja, dat z gelijk is aan de waarde hier 2 vijfde. 5 derde. Ja. Nu kun je daaruit tz gaan berekenen. Z is dan gelijk aan 4 derde min 4. Dan krijg je dus z is gelijk aan 2 derde. 5 derde, sorry. Dus dit is, z was gelijk aan 5 derde. En t was gelijk aan 2 derde. Dan merk je dat in antwoord nummer t. Ja, dank voor de aangewone keer. Bye bye. Ik maak me veel plezier video's voor jullie. Maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.